De hulpdiensten hebben vrijdagmorgen in Den Hout met veel mensen en materieel gezocht naar een mogelijk vermiste bestuurder van een scootmobiel. Voorbijgangers zagen rond 11:30 aan het Markkanaalpad de scootmobiel in het water liggen. Gevreesd werd dat de bestuurder van het voertuig nog in het water lag. Daarop werd meteen een grote zoektocht gestart door duikers van de brandweer. Meerdere voertuigen van de brandweer, ambulance en politie kwamen ter plaatse. En na een uurtje is het zoeken gestaakt omdat de duikers niets konden vinden. Waarschijnlijk is de scootmobiel in het water gedumpt. Het is de tijd dat de bladeren vallen. Het is een beetje raar, ja.